qui se referme, mais on se trouve quand même avec Dewa. Là, il y a une bonne possibilité. Dewa, et voilà le but avec Faïs Selemani qui était justement oublié. Courtrai est arrivé avec de meilleures intentions dans cette deuxième. Geeft geen krimp, de voorzet van de Walen. En dan verlengen in de juiste voeten. En Selemani zorgt voor de dubbele voorsprong. En het rookkanon doet nogmaals zijn werk. Faïs Selemani. Gueye gaat lopen, Hanke Olsen moet nu kiezen. Ja, Selemani doet het dan maar zelf. Selemani, wat een mooie goal. Faïs Selemani op zijn eentje. 4 minuten ver in die tweede helft met een heerlijke individuele actie. Doet... Ja, nu moet Selemani is eerder op die bal. Gueye is ook mee. Gueye, dat moet de 1-3 zijn voor KV Kortrijk. Match moet dood zijn. Ter ja, en de wedstrijd is afgelopen. De kwalificatie is binnen. De kwalificatie is binnen. Procent ook via strafschop. Selemani met de voorzet en meteen de aansluitingstreffer. En Le Marchand, Le Marchand nog een beetje in de euforie van... Voor de Jakkers, daar komt Selemani. Houdt zich in en dan plaatst hij hem op deze manier binnen. En staat het 2-3 voor KV Kortrijk. Voor René. Nog eens een keer op wandel. Daar is de kans nu en daar is de 3-4. Het is niet te geloven. Selemani, 1 minuut 96. Maakt hij er dan toch... Klaar voor zijn aanloop. Daar komt hij. Ja, uitstekend binnengetrapt. En zo staat het 1-0 voor KV. 20 jaar is de doelman. Selemani. En hij legt hem gewoon in de hoek. Diets kan er zelfs niet naartoe springen. En met nog 2 minuten te gaan, leidt KV Kortrijk met 2-0. Hij dan weg moet in die filosofie van Oostende, maar toch. Selemani met de trucendoos. Kan hij nog iets forceren? De trap is binnen. Tweede paal binnengedraaid door Faïs Selemani. En ja, natuurlijk. Natuurlijk is hij het. En daar is hij. Oh, dat loopje. Dat loopje van McGregor. Kant en dat heeft Alioui goed gezien. Hier is Selemani, de gelijkmaker. De gelijkmaker uit het niets voor KV Kortrijk. Focus en de aanloop. Daar komt Selemani. En hij doet dat op deze manier. Koelbloedig. En KV Kortrijk al snel in deze partij op 1-0. Met hit. Hij is Selemani. En dan is hij ook nu wonderlijk rustig. Duiver. Verdikt. En dus zit de gelijkmaker er nog altijd in. Selemani, die maakt het af. Die maakt het af. Kei trapt compleet naast die bal en zo dwarrelt hij voor de voet van de nummer 10. Tussen zat. Fixel meteen naar Selemani. Aanname is goed. Selemani en die werkt af. En zo 2-1 voor KV Kortrijk. 89e minuut. Dit moet voldoende zijn voor de overwinning. Van het seizoen te maken. Daar komt Selemani. En dan gaat hij erin en staat het 0-2 voor KV Kortrijk. We spelen nog geen... Bijzonder efficiënt is natuurlijk met het lichaam. De aanvoerder wil ook nog wel eens een assist verzorgen. En daar is Soar, de tweede van Badamozi. Die is helemaal ontketend. En dat is Selemani die scoort. En is het geen overtreding, zegt Boterberg. De supporters achter het doel van Maurice denken daar anders over en dan gaat die bal toch binnen. En dan lift hij die bal over Maurice. Denk ik wel dat het een penaltyfout is geweest. En dan voetballen we verder. Het samenspel is goed. Dit is Selemani en de gelijkmaker. Uit het niks eigenlijk. Hinnen, die pas is ingevallen. Is het perfecte aflegstation voor Faïs Selemani. Christophe Dame. Achteruit leggen Bruno. En dan wordt hij geblokt. En Selemani, daar is de 2-1. Faïs Selemani. Eventjes druk van Kortrijk. En ze worden er meteen voor beloond. Right, boys.